André Morgan, sinds eind januari bij de club. Nu je derde wedstrijd na een gelijkspel tegen Quick Boys. Een nederlaag tegen GVV. Uiteindelijk dan die overwinning tegen Maassluis. En een hele lekkere. Zeker een hele lekkere. Dit is iets wat we nodig hadden eigenlijk. Dus, ja, het zag er vanaf de tribune heel gemakkelijk uit. Ervaar je dat zo ook in het veld? Op zich wel, de eerste helft. Veel energie. Dus, we overklassen ze eigenlijk gewoon qua energie. Maar eerste ballen, tweede ballen waren we gewoon veel beter. En zoals van de zijkant uitzag, zo voelde het op het veld inderdaad ook. Was het voor jullie gewoon wachten totdat die eerste goal ging vallen en dan zouden er wel meer gaan volgen? Eigenlijk wel. Maar je mist in het begin een supergrote kans. Daarna kreeg je er nog eentje en dan denk je, wordt dit dan zo'n wedstrijd? Maar gelukkig hebben we het door kunnen trekken met veel goals. En jij startte vandaag op de rechtsbackpositie. Terwijl jij in de andere twee wedstrijden waarin je speelde op de linksbackpositie speelde. Is dat toch een lekkere plek voor jou, omdat jij rechtsbenig bent? Op zich wel. Ik moet zeggen, ik heb een tijdje heel vaak op de linksbackpositie gespeeld. Maar rechtsback is toch wel net wat lekkerder qua combinatiespel. En toch wel prettiger. Net wat prettiger. Maar goed, je bent gekomen omdat er gaten vielen bij Rijnlijkse Boys. Die was nodig. De overschrijving was net binnen. Je kon gelijk de volgende dag aan de bak. En toen gelijk de allereerste wedstrijd, na een ruim half uur gelijk invallen. Was je er wel klaar voor toen? Mentaal wel, maar fysiek nog net niet. Dan moet je weer ritme opdoen. Ik had toen een maandje niet gewoon niks gespeeld. Alleen maar trainen. Dan mis je toch wat wedstrijdritme. Dus het is even inkomen, nu nog steeds merk ik. Maar dat komt vanzelf. Ja, en dan was het gelijk tegen Quick Boys. Daarna die nederlaag. Dus dan is deze overwinning helemaal lekker natuurlijk voor je. Ja, en dan kijken jullie ook met z'n allen vooruit naar komende zaterdag. Want ja, dan kan je gelijk de slag slaan om ook gelijk ADO 20 te verslaan natuurlijk. Hè? Ja, precies. Ik denk als je deze wedstrijd wint en zoals je vandaag hebt gedaan, dan doe je gewoon echt goede zaken. Dus ik denk wel dat het er goed in zit dat we aankomende zaterdag even 3 punten winnen. Je hebt natuurlijk een verleden bij Koninklijk HFC. Daar heb je Hein Lelieveld leren kennen. Speelde dat mee in jouw besluit om uiteindelijk toch naar Rijnsburgse Boys te komen? Ja, toch wel. Toen ik met Hein in contact kwam, is altijd goed geweest. Ook in de coronaperiode was het toen met HFC. We hebben elkaar altijd goed gemogen, dus speelde zeker een goede rol. Ja. En ik heb begrepen dat je toch een beetje in dubio zat van als ik bij IJsselmeervoos had gebleven, had er wellicht onder voorbouw natuurlijk een kampioenschap gevolgd natuurlijk, hè? Ja, precies. Je wordt niet altijd kampioen, dus dat was toch wel een twijfelmomentje. En wat gaf dan toch de doorslag? Het voetbal hard om toch weer te kunnen spelen. Want ik wist gewoon dat ik daar weinig aan de bak zou gaan. Weinig aan de bak zou komen, dus toch het voetbalhartje had gewonnen. Ik wil gewoon lekker voetballen. En dan blijkt je gelijk direct aan de bak te kunnen, hè? Want sinds jij erin staat ben je er niet meer uitgegaan. Ja, dat is altijd lekker. Ja. Maar goed, nu komen de spelers terug en nu is het je plekje behouden, hè? En ervoor vechten. Ja, dat is voetbal, hè. Het is veel concurrentie, maar dat houdt elkaar scherp. Dus dat is altijd goed.